tweede duel speelde. Toen werd met 6-1 van Twente gewonnen. Jochemsen is een naam die nog opvalt omdat hij redelijk nieuw is. Hij speelde vorig jaar in Barneveld in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. Voorin loopt ook opnieuw de jonge Makai. Dit zijn de 11 spelers van NAC dat vorige week 0-0 speelde tegen Willem II. Het zijn dezelfde mensen met Karelsen en dan achterin Kouwmans, Brood, Van Buurik en Wilnis. Op het middenveld Gaasbeek met Remy, Brusselers en natuurlijk Lokhoff. En voorin opnieuw Gerritsen samen met Lammers. Lammers. Goed, ja, Lammers. Hey. Hij zal toch niet zo gek veel fout hebben gedaan. Het wordt uitgelegd als een ernstig setje en dus een vrije trap tegen. Kouwmans, dat doet Vitesse goed, het zet de boel heel snel vast. Vandaar dat NAC eigenlijk nauwelijks uit die achterste lijn wegkomt. Ook hier probeert NAC weer van achteruit op te komen. Maar veel ruimte geeft Vitesse dan in die beginfase niet. En dan ontstaat balverlies vaak. Helder. En de kans voor Vitesse gelijk. Makai zegt ik loop helemaal vrij. Hier namelijk. Maar dan doet hij er toch wat voordeel mee. Met die mogelijkheid. Het wilde is weliswaar in de rug op een gegeven moment. Maar zijn mogelijkheid was toch zeer behoorlijk. 11e minuut. Sturing. Cocu. Makai. Goeie bal. Knap neergelegd. En prima gescoord door Van der Weerde. Voortreffelijke aanval van Vitesse in de 16e minuut. Heeft die oppermachtige Arnhemse ploeg een schitterend doelpunt. Om aan te geven hoeveel sterker de ploeg is. Van Buurik. En weer balverlies voor NAC. Dat is namelijk het kenmerk voor NAC in deze openingsfase. Openingsfase, toch al een minuut of 20 nu. Hij slaagt er niet in om de bal in de eigen gelederen te houden. Althans, niet erg lang. Lokhoff. Remy. Dit leek er al heel wat. Het is weer niks te zeggen. Bos. We zien het gemak van Vitesse daar tegenover. Makai in de punt. Achter Wilnis. Sturing ter ondersteuning bij Brusselers. Het zelfvertrouwen van de Vitesse-spelers is veel groter. Ik zie ook de wijze waarop Sturing dat duel aanging met Brusselers. Jochemsen. Hoekschop. Helder. Net naast. Jochemsen. Wilnis. Nou, doelpunt heeft Vitesse toch wat pasjes achteruit genomen. NAC kan nu wat komen. Lammers. Gaasbeek. Remy. Brood. Dat is dan het beste moment van NAC. 28e minuut. Komt door Van Buurik. Brusselers, Lokhoff ineens vrij. Lammers. Remy vrij op rechts. Twee mensen in de punt, waaronder Brusselers. Daar is hij. Goed gezien van Brusselers. En ook wel goed van Remy natuurlijk, waarbij de verdedigende actie van Sturing opvalt. Gaasbeek. Lammers. Lokhoff. Remy. Daar ineens, Lammers. Al schamte de paal nog. Brussel is vrij. Krijgt bezoek. Jochemsen. Van der Weerden. Helder. Helder, ja. Cocu. Overtreding van Buurik. Was het de eerste of was het de laatste trap? Maar in ieder geval is het geel. Van der Weerden. Cocu. Bos. Sturing, vrij, Cocu, keeper op de terugweg, Helder, Van der Weerden en voorlangs bij Maas.
Bakay en Cocu. Bos, Van der Weerden. Nog een beetje puin ook daar binnen. Ja, ineens ruimte. De vrije trap kan zomaar genomen worden. Zonder dat Nakker rekening mee hield. Haasbeek. Lokhoff. Brusselers. Lammers. Rechtsvrij. Haasbeek. Omslachtig dit. Brusselers. Lammers. Ja, in ieder geval doelgericht. Ook schop. Nee, doeltrap. Wilnis. Brusselers. Abdelouie vrij. Ja, het is wel over korte afstand. Vitesse ziet het allemaal redelijk gaan. Nu wordt het even anders. Wimmy. Van de Gouw legt hem neer. Voor Abdelouie. Wordt vol. Lammers. Ja, dat mag nooit. Zo'n gestrekt been. En Lokhoff springt er meteen tussen. Dat doet hij goed trouwens, Lokhoff. Die had het allemaal aardig in het ootje. Lammers kreeg de laatste weken te horen dat hij niet zo erg doelgericht speelde. Nou, hier zat alles in wat een spits dan nodig heeft. En hij had zelfs een overtreding in petto, die iedereen zag trouwens. Dus die dan ook terecht wordt bestraft met een vrije trap tegen. Opstootje daarna voor Suster. Nog 10 minuten bij deze vrije trap van Brood. Helder. Nou, doet Vitesse ook weer eens wat. Bakay zal het dan moeten doen. Brood goed. Oh, Karelse. Helder dan. Nou, daar herstelt hij zich aardig, die doelverdediger Karelse. Brood. Brusselers, Lokhoff. Abdelouie. Lammers aan de eerste paal. Ja, dan zat Bos daar net even dus gelukkig voor Vitesse aan. Brusselers. Remy. Haasbeek staat al een tijdje vrij. Brood. En afzwaaien en een doelpunt. Ja, zo gaat hij er ook in natuurlijk. Maar de grensrechter vlacht. Maar daar kan Luiten toch nooit gevolg aan geven, lijkt mij. Want wat zou hij hebben moeten kunnen zien dat het afkeuren van dit doelpunt rechtvaardigt. Brood schiet en die bal gaat dan heel merkwaardig in het doel. Dat is waar. Maar om dan te zeggen, zo mag het niet, dat lijkt me vreemd. Het lijkt me gewoon 1-1, zo 4 minuten voor tijd. En Luiten zal zeggen, ik heb gezien tegen wie die bal werd opgeschoten en via wie de bal in het doel ging. Wat heb jij dan nu eigenlijk gezien? Dan heb ik gelijk, zegt Luiten. Doelpunt, 1-1, 4 minuten voor tijd. Soms kun je iets verkeerd zien. En de grensrechter zegt, zo was het. Dan kan iedereen zich opwinden. Maar Vitesse, dat hij in het eerste kwartier aardig heeft gespeeld, een knap doelpunt maakte, heeft het daarna wel heel erg kalm aangedaan. En krijgt gewoon 4 minuten voor tijd het tegentreffen van NAC te incasseren. Gaat u alle zitten, we kunnen verder voor de slotfase. Cocu. Overtreding. Nou wordt Brussel dus erg boos, dat moet hij niet doen. En zo is de tumult ineens groot, maar zijn er altijd vredestichters te vinden, in dit geval met name Sturing, maar Brussel dus moet toch even op het matje. Geel voor Brussel dus. Geel voor Cocu. Nou, Cocu is nog niet uitgemopperd. Hij gaat daarom een stukje wandelen met Van Buurik. Ondertussen denkt Wilnis, die bal moet maar een tijdje bij mij blijven. Dan kunnen wij geen vrije trap nemen. Dan kan er ook niks meer fout gaan. En zo blijft Brussel dus trouwens een beetje zuigen. Dat is de enige NAC-vriend die hij nog heeft, draagt nummer 4. Abdelouie. En Luiten fluit. En het is de laatste keer terwijl Abdelouie nog even deze schop in ontvangst mag nemen van Bos.
Eindstand 1-1.